Koninginnen, drie zussen en een troon. Wat zou jij ervan vinden als je opgroeit met de gedachten dat jij je zussen moet vermoorden om de troon op te eisen? Wel, in dit fantasieboek kan je over de ervaringen van de drie zussen lezen. Het verhaal van de drie koninginnenzussen is door Kendra bleek geschreven. Met haar fantasie heeft ze deze trilogie met als eerste boek Koninginnen volgepropt met magie. Zo zijn er mensen die helemaal immuun zijn voor gif. Daarnaast zijn er nog andere individuen die de natuurelementen, zoals water en vuur, kunnen manipuleren. Er zijn ook nog mensen die in staat zijn om dieren te beheersen en planten te laten groeien op één derbalk moment in het jaar. De auteur neemt die mee naar een verafgelegen eiland Venbuin, waar hij de zussen en de stad waarin ze zijn opgegroeid leert kennen. De zussen zijn Arsinoe, de naturaliste, een wild maar grappig meisje. Mirabella, de koninginne die hoogstwaarschijnlijk gaat regeren met haar elementalistische gaven, en Catharine, de gifmengster, een heel zwakke, maar lieve meid. De drieling werd op een jonge leeftijd gescheiden. Zo ging Arsinoe naar de Miloons in Wolfsbron, Mirabella naar de Westwoods in Roland, en Catharine naar de Indredhoogte met de Arons. Op hun zestiende verjaardag vielen de zussen hun belangrijkste verjaardag. Arsinoe krijgt een groot feest met veel bloemen en een grote visvangst als avondmaal, terwijl Mirabella en Catharine hun gaven aan het volk moeten tonen. Mirabella laat monden van het publiek openvallen, maar voor Catharine loopt dit echter niet zo goed af, omdat ze bezwekt aan al het gift dat ze moest innemen. Maar dit is pas aan het begin van hun bloederige avontuur vol geheimen. Als je te weten wil komen wat er gaat gebeuren met de koninginnen en of ze dit gevecht op leven en dood gaan overnemen, dan moet je dit boek zeker lezen. Doordat het boek vol mysterie zit, kon ik heel veel nadenken over verschillende manieren waarop het boek zou kunnen eindigen. Maar de manier waarop het eindigde was zeer verrassend en liet me met veel vragen achter. Gelukkig heb ik de twee volgende boeken om die beantwoord te krijgen. Dit boek heeft me geleerd dat je politieke stand je heel veel dingen kan geven, maar ook afnemen. Ik persoonlijk hou van boeken waarin geheimen ontrafeld kunnen worden. Als jij dat ook leuk vindt, dan is dit boek echt een aanrader. Ik wens je alvast veel leesplezier.